and a war, but I won't need to find it. We'll get it right and we'll be united. De kandidaten van de Voice of Holland kunnen wel inpakken, want vandaag is op de Fontys in Eindhoven de enige echte talentenshow. De docenten zingen fantastisch voor het goede doel. Kan van je houden. En waarom je letterlijk laten horen? Dat van veel mensen hier de hobby is. We hebben daar plezier in, zoals je misschien hebt kunnen zien. Dus daarom, we doen dat graag. En we dachten, voor de studenten hoopten wij dat het leuk was om hun docenten eens een keer op een andere manier te zien als voor de klas. Een andere rol. Wat vind je van de Voices of Fontys? Oh, ik vind het echt geweldig. Superleuk om zo je docenten te zien en ze hoort te zingen. Ze zien ze ook eens van een andere kant. Ik vind het leuk om, voor studenten is het leuk om hun docenten te horen zingen en spelen en zo. En voor mij is het leuk om collega's zo eens te zien. Dus ja, perfect. Het is een sterk beter dan ik had verwacht van tevoren. En heb je voor een van de zangers al wat gedoneerd? Nee, nog niet, maar dat ga ik op het einde doen. Ik wil eerst luisteren en dan gaat het beginnen.